Staat je goed zo'n pakje, Bob? Ik ga het leger in, denk ik. Kelvin, strijder. Al een beetje zenuwachtig? Nee, ik pak ze allemaal aan. Wie wordt jouw eerste doelwit? Ik denk Jan Bruin gaat dit wel aan het geld. Daar staat hij hoor, Jan Bruin. Is... Ja, Jan Bruin doet ook mee, zie ik. Dus, Er zijn al twee man die willen jou even aanpakken. Ja, in plaats van dat ze zeggen dat ze mij beschermen, die rotjongens. Maar ik heb wat verwacht, denk ik. Heb je al tactiek bedacht? Nog niet echt. Maar dat komt wel goed. Ja, maar dat weet je. Dat zeg ik zo meteen wel even met het team gaan we dat bespreken. Want tegenstanders zijn er ook bij. Nou Daniel, jij bent flink geraakt, of niet? Ja, en het was ook nog eens toen ik al uit het spel was eigenlijk. Lucas dacht dat ik er nog in was. Ik liep met mijn handen omhoog naar buiten en ik werd nog een paar keer geraakt door hem. Dus, kun je eens laten zien hoe dat eruit ziet? Of, Ja, dat is niet heel fijn. Zo! Dat is een best plek. Ja, dat is een flinke. Ja, vind je het wel leuk om te doen? Of, Ja, het is hartstikke leuk. Alleen als je zo'n plekje krijgt, dan is het even branden. Maar het is wel een leuk spel, ja. Our Slovakian Warrior. How is it to do this? Yeah, I think we won. Our team won. So it proved the Eastern European we fight, you know. So yeah, it was very good fun though. How do you play this game? First of all, everybody's trying not to get shot, I think. So you are at the start, you're hiding, you know. But as the game goes on and you find the little alleys and the ways, then it's more fun. Well, enjoy your next game. What's your tactic? For the next game, no, not hiding anymore, just going for it. Okay. Yeah. Good luck. Thank you. Edse Postuma, ik loop net naar binnen en het doet me een beetje denken aan het spelletje Call of Duty, is dat ook zo? Nou, daar heeft het wel een grote vergelijking mee. Ja, dat is zoals wij werken, zoek het beste op wat er is en verbeter dat. Nou, daar hebben we natuurlijk ook naar gekeken. Kun je eens uitleggen wat precies de bedoeling is? Nou, weet je... Wat de bedoeling is dat het niet meer gewoon simpel schieten op elkaar is, maar dat het echt een spelvorm is waar je tactisch moet spelen om je punt te vergaren. En dat het niet meer dom is, ik schiet jou even af en ik heb gewonnen. Nee, je moet echt punten vergaren en dat kan in verschillende spelvormen. En wat spelen de jongens van Cambuur nu? Ja, die spelen domination. En die overleggen en die doen en die zijn tactisch bezig, want dat is een tactisch spel. Dat zeg ik. Nou, en dan hebben wij tablets waar ze de tactiek op kunnen bespreken. Nou joh, je lacht je dood hoe dat gaat. En dan hebben ze portofoons en dan kunnen ze met elkaar praten. Dus in het spel zijn ze ook tactisch bezig. Wel heel uniek, of niet? Ja, zover ik weet, nee, er is niemand met een puntensysteem. Dus ja, het is echt uniek. Kijk, we hebben 16 camera's, je kunt vooral de portofoons meeluisteren. Ja, dat maakt het wel uniek. Ja. Je kunt ook communiceren met elkaar, begrijp ik? Ja, via de headset, joh, je kan verluisteren met elkaar. Dat is echt super gaaf. En hoe lang staat het hier nu al? Ja, we zijn net open. Het is, sinds 1 oktober zijn we live. En sinds 8 oktober hebben we de eerste groepen, dus het is allemaal nog spannend, nieuw en ja, hartstikke leuk. Maar de eerste indoor paintballbaan van Leeuwarden is een feit. Ik zeg, die staat en die loopt. En ze gaan behoorlijk uit hun dak te binnen. Dus dat is leuk.